klavier op de middengolf. 12-2-4 voor meer plezier. Holland FM. Holland FM. Op de kabel en
Zo is dat op deze vrijdag. Het is 12:30 precies. En we gaan even overschakelen naar Uitmuiden. Want hij staat weer helemaal klaar voor Ad Robbers. Ad, goedemiddag. Inderdaad, ik hang bij de telefoon. Ja, kijk eens aan. Goed, Ad. Nou, vertel eens brandlos, want je hebt wat nieuws te melden, denk ik zo. Ik heb inderdaad wat nieuws te melden. Het schip, hè, dat ziet er zo fantastisch uit. Ja. Er is een groot hek geplaatst om de zendmast om te voorkomen dat bij wat grover weer men tegen de draadjes aankomt. Waar dat is niet... Een heleboel stroom op komt. Ja, dat is niet gezond, hè. Dat is niet gezond. En dat is niet zo prettig. Dan voel je je bijna een knakworst in de magnetron. Ja, ja, ja. Dus daar is een hek omheen geplaatst en binnen zijn ze nog heel druk bezig. Ik moet eerlijk zeggen, de messroom, zeg maar, het keukendagverblijf van de bemanning, die wordt prachtig opgeknapt. Ja. De bedrijfspoorten staan er gloeiend mooi bij, zoals dat hoort. Ja. En ik sprak Nico hier nog. Want Nico Volker, ja. Hij is inmiddels vertrokken, heb ik vernomen. Hij was hier op de kade. Meestal als ik zo 12:00 even kom neuzen hoe het ervoor staat. En hij zei van, nou, het gaat goed. De eerste palen die zitten erin op het IJsselmeer. Maar als je naar buiten kijkt, zul je het een beetje kunnen snappen. Het weer is hondenweer. Ja, ja, heel slecht. En men is nu even gestopt met het werk daar. Er zit dus wat vertraging in het hele spul. En dat heeft niets te maken met de boot hier, want dat gaat allemaal precies volgens plan. Ja. Martin zei gisteravond, nou, we kunnen wat dat betreft weg, maar we zitten te wachten op die pracht van een pier daar in het IJsselmeer. Juist. Die is er nog niet. Nee. Dus we wachten gewoon nog even. Dat we gaan gewoon lekker door met wat klussen die we hier nog wel kunnen doen. Ja. En voor de rest, ja, is het toch wachten tot de eigen pier van het station klaar is. Ja, helemaal duidelijk. Het is inderdaad wat je zegt, hondenweer. Het is nog stormachtig, denk ik, zo tot rond het weekend. Althans, ja, dat is de voorspelling. Ja. Maar goed, er zal in ieder geval dus zo zodra het mogelijk is, wordt daar dus weer, de werkzaamheden worden daar weer hervat in het IJsselmeer. En ach joh, uiteindelijk komen we er wel. Het zal even duren, maar ja, het is natuurlijk ook, ja, het is herfst, hè. Het is kwakkelen met het weer. Ja. Dus je moet maar even afwachten. Goed, wat betreft de pier, ik heb tientallen inzendingen gekregen van luisteraars uit het hele land, die allemaal schitterende namen hebben bedacht. Ik wacht even op Nico Volker straks. Ik geef hem het hele pakket. Het geldt ook dus bij deze voor de luisteraars. Nico zoekt daar een mooie naam uit. En de naam die er uitgeprikt wordt, uitgehaald wordt, dat wordt dus de naam van de pier. Ja. En die luisteraar krijgt dus een aardige prijs. Maar dat weet iedereen het vast. Maar er liggen er echt tientallen. Het is echt ongelooflijk. Een heel pak. Goed is schitterende namen allemaal erbij. En nog één ding, en wat Nico me ook zei. De luisteraars in spanning houden met aftellen, ja, wordt natuurlijk nou vanwege de weersomstandigheden erg moeilijk. Ja. En ja, het zou eigenlijk niet eerlijk zijn om constant met een aftelling bezig te zijn. Is waar. Zover is dat we kunnen aan gaan leggen. Ja. Ja, het was even een probleem wat het weer betreft ook. Ja, precies. Hoge waterstand daar en een hoop wind. Dus, maar goed, die pier gaat er komen. En wat de luisteraars betreft ook even het verhaal rondom de naam van die pier. Nico Volker heeft alle inzendingen meegenomen. Er waren echt, ik dacht, een stuk of 60 met allerlei suggesties. En Nico zal echt wel over enige dagen bekendmaken welke naam het gaat worden. Maar ja, die man heeft het ook zo ontzettend druk. Maar voor degene die hebben ingestuurd, een geruststelling dus. Alles is binnengekomen en alles wordt bestudeerd. En er zitten schitterende bijgaten bij de, ja, het is hele mooie. Krijn, er was nog een vraag van twee mensen die ik net op de kade sprak. Ja. Die zeiden van, hoe zit het met posters? Ja. Dus ik lanceer die vraag maar even. Goeie suggestie. Ja, nou, daar zal ongetwijfeld, ja, dus er zal allemaal veel meer gaan komen, denk ik. Joh. Misschien ja, wel t-shirts met het schip erop bedrukt. En enfin, ja, zo'n poster natuurlijk, dat zou wel heel mooi zijn, hè? Ja. Dat schip er zo. Maar ja, hopelijk is die groot, maar die mast is 60 meter. Dus een grote poster. Oh, wacht, we hebben hier. Nee, maar toevallig, Roeland die wijst hier naar boven, inderdaad. Er hangt hier nu een foto. Posterformaat en dan staat hij prachtig op. Ik denk ja, dat het van Harm ten Brink is geweest, dat werk. Maar ja, dat ziet er schitterend uit. Goed idee. Een poster van het schip. Ja. Gaan we even doorspelen. Ad, we zijn weer op de hoogte. We weten weer dus dat er hard aan geklust wordt en gedaan wordt. Kom niet te ver onder de oliespatten daar als jullie. Nee. Want dat is vuiligheid, hoor, dat spul. Precies, niks voor ons. Nee, een beetje afstand houden. Hé, hey, we horen je morgen weer. Okay. Als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja hoor. Ad, tot ziens. Bedankt, hè. Dag. Holland FM.
Kies de beste, nee, met minder geen genoegen. Kies Holland FM. Het is avond, buiten schemert het al. En de radio staat aan, overal. Geen avond is hetzelfde met Holland FM. Maar vandaag is het dan zover. Vandaag vanmorgen alle vroeg de luisteraars om 6 uur is ons schip vertrokken uit de haven van IJmuiden. En zo op het half uur, de hele dag door, hebben wij iedere uur contact met het zendschip. Aan de telefoon hebben we Nico Volker. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Brandende vraag als eerste, waar vaart het schip nu ongeveer? Nou, we zitten nu ongeveer tegen nabij Amsterdam. We passeren het gemeentelijk achter het veer, want dat gaat nu weer naar de overkant. Terwijl we uitkijken op het station van de NS. We zitten dus al in Amsterdam en we zullen rondom 9 uur al in de sluizen van Amsterdam liggen. Dus om het allemaal eens heel snel te gaan samenvatten. We zijn vanmorgen rond 6 uur vanuit IJmuiden vertrokken. De bemanning, iedereen kant en klaar. En de sleepboten, de Triton en de Ida, die zetten de vaart in. Met 7 knopen, zo heet dat, dus pak een beet, 15 kilometer per uur, gaan we er met een ontzettende snelheid doorheen. En zoals de sleepbootkapitein dat vroeger voorheen al riep bij de vaart uit Portugal vandaan. Het schip ligt echt als een zwaan. Het ligt heerlijk stabiel.
De pannetjes en de potjes blijven gewoon op het gasfornuis staan. Niets valt om en we hebben er enorm zin in vandaag. We lezen tussendoor de krant. We hebben samen met de verslaggever van het Algemeen Dagblad zijn stuk voor het artikel wat vandaag in de krant staat eens even lekker doorgelezen. En langs de kant van de weg zien we mensen zwaaien, af en toe wat foto's maken. En het ziet er allemaal heel gezellig en stemmingsvol uit. Ook de mensen van de Nozema zijn zeer stemmingsvol, want die hebben de vlag ondertussen helemaal volgehangen met Nozema-vlaggen. Dus als je niet weet dat er zo ook iets met de Nozema te maken heeft... Dan, Nico, je was even weg. Ik zeg, dan zie je wel een vlag. Ja. Ik kijk nu overigens op een hele drie- of viermaster die hier langs de kant ligt. En ik zie de trein langsrijden. We zitten echt binnen korte tijd in de sluizen van Amsterdam. En we liggen zwaar voor op het tijdschema. Ja, inderdaad, want de bedoeling was oorspronkelijk dat het schip daar rond 11, 12 uur vanmorgen zou zijn. En dat wordt nu een uur of 9 waarschijnlijk. Dat ziet er aan alle kanten naar uit. Dus ik hoop dat de heren van de pers en mensen die gepland zijn om wat foto's te maken daar zeer vroegtijdig zijn. Want mensen die nu nog in bed liggen, die zullen absoluut straks denk ik te laat zijn met de sluis. Ja, jullie gaan stomen op richting de Oranje Sluis, om het zo maar eens te zeggen. Dat klopt helemaal, Jan. En er is aan boord geen last van zeeziekte? Nog helemaal niemand, maar het is ook uiterst rustig weer. Het zonnetje is, begint er een beetje doorheen te komen. We hadden vanmorgen natuurlijk behoorlijk wat mist, wat deemstig. Ja. Er staat een behoorlijke frisse wind, maar we hebben allemaal de lekkere dikke jassen aangetrokken. En we kunnen er tegen. En de stemming aan boord is picobello, neem ik aan. Absoluut. Prima. Nico, wij spreken elkaar over een uurtje ongeveer. Want we gaan met elkaar over de radio. Wanneer er iets bijzonders te melden is, dan hoor je ook dat direct. Dus wanneer we in die Oranje Sluizen zijn, denk ik dat ik nog even contact met jou of met Yvonne Kili opneem. En dan zullen we ook daar verslag van doen. Nou prima, vol verwachting klopt ons hart. Wij spreken elkaar ongetwijfeld dan weer zo meteen. Tot straks. Bedankt en blijf lekker aan boord, hè, en geniet van die mooie tocht. Doen we. Oké, Nico, bedankt. Via de kabel en op de Middengolf, 12-3-4 voor meer plezier. Zullen gaan aankomen. Want we gaan verschrikkelijk natuurlijk snel tekeer zoals het tot nog toe is. En we gaan nu eens even genieten van de enorme hoeveelheid water om ons heen. En nu staat er iemand naast me. Die is zojuist ook in de mast geklommen. Dat is Wolter Kroes. Wolter, hoe komt het dat je in één keer zomaar die mast in klimt? Ja, dat is gewoon een kick. Dat is zo mooi. Het zonnetje schijnt en vanmorgen was nog een klein beetje mist over het IJsselmeer heen. Nou, ik wilde één keer vanaf 50 meter al een liedje zingen. Ik ga die mast in. Dat was helemaal te gek. Welk liedje heb je gezongen? Nou, ik heb de knuffel weer gedaan. Ik denk dat moet gewoon. Nou, het is echt fantastisch. Zo merk je maar, zelfs artiesten aan boord vandaag hier bij de NV Communicator. En we maken er een ontzettend leuk pleziervaartje van. Arie, wacht eens even met naar beneden gaan, want nu hol ik even snel naar Arie Remmers. Arie is een van de mensen die vroeger op de Roger Events bij Radio Caroline al hoog in masten klom. Jij klom daar het goud 90 meter hoog de mast in, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. En het was leuk om het vanochtend weer even te doen. Want gaat het mij om, jij komt echt helemaal bovenin en je hebt de Holland FM-vlag weer recht gehangen. Ja, en... Van de Nozema wappert ook weer, dus kom tot ziens zou ik zeggen straks. Wat ga je nu doen, want je klimt nu naar beneden? We gaan een eigen reportage maken van het schip. Nou, je merkt het, Yvonne, de sfeer zit er hier op het schip ontzettend in. Het water is lekker rustig en we hebben er alle zin in. Rond 2:30 zijn we bij de sluizen in IJmuiden. En iedereen die daar wil komen kijken, ik zou zeggen, zie dat hartstikke mooie Holland FM zendschip. Want we zijn er nu al trots op. Het ligt als een pauw, als een zwaan op het water. De studioapparatuur blijft keurig kaarsrecht in de studio staan. De potjes, de pannetjes recht op het aanrecht. Dus, nou, Nico, we zijn klaar om uit te gezenden, zou ik bijna zeggen. En de Nozema heeft dan ook al gezegd van we gaan vandaag de eerste tests maken. In ieder geval om wat apparatuur te testen. En Nico, ik geloof dat voor een hoop mannen daar een soort jongensdroom uitkomt, hè, dat schip. Absoluut. Allemaal kleine matroosjes in de dop. Het is voor ons een heel groot genoegen, maar we nemen een voorbeeld. Een heel aardige zeekadet die hier ook aanwezig is. Want wat zij allemaal durft, zo geëfrocipeerd als ze is, daar neem ik mijn petje vanaf. Want er wordt hier... wagenswerk af en toe uitgehaald. Ah, helemaal te gek om dat te horen, Nico. Kom je straks weer terug over een uurtje? Ik ben over een uurtje weer terug. Oké, heel veel plezier. Exact 2:30 bij Holland FM. Goedemiddag, Nico Volker aan boord van het zendschip de Communicator. Goedemiddag Jan, hier aan boord van het zendschip de NV Communicator. Het is een drukte van belang. Er cirkelt een helikopter rondom ons zendschip. Er worden daar volop tv-beelden geschoten op dit moment.
staat een complete tv-ploeg op dit moment aan boord. En er worden ontzettend veel leuke opnames gemaakt. Ja. En het ziet er wezenlijk gezellig uit. En wij liggen dus te wachten voor Lelystad om zo dadelijk echt Lelystad, zeg maar, weer sluizend in te gaan. Dat zal over om erbij een uurtje rondom 14:30 allemaal gaan gebeuren. En tot die tijd zijn we waanzinnig enthousiast met al die cameraploegen bezig, mogen we wel zeggen. Want het is een volop sfeertje. Ik ben nu aan het kijken of dat de mensen van de Nozema zijn die ons het verhaal kunnen vertellen wat zij nu precies gaan doen. Maar ik sta helemaal in mijn eentje in de kapiteinshut. Niemand in de buurt natuurlijk. Nou, zou er iemand opgehaald worden van de Nozema die wellicht het een en ander kan vertellen? Maar ik blijf rondom me heen kijken en ik zie nog niet helemaal aan. Ja, volgens mij gaat er zo dadelijk iemand naar mij toe komen die hier echt alles kan gaan vertellen. Ondertussen, nou, wij zien de kustlijn hier en we zien de helikopter overscheren. En uit die helikopter zit dan de cameraman die met zijn camera het schip aan alle kanten op de film zet. En we zijn uiterst nieuwsgierig natuurlijk wanneer we al die beelden op de buis of op een andere buis. Je hoort de herrie. Ja, ik hoor duidelijk de herrie. Ik onderbreek je even, Nico, als dat mag. Het is een kakofonie van geluid. Als dit onze scheeps... Is dat onze scheepshoorn, Nico? Inmiddels iemand van de Nozema. Zo nog een keer. Daar staat meneer Govert Kooijman. Govert, wat gaat de Nozema allemaal... Laten we eerst even snel vragen. Wat heeft de Nozema ondertussen allemaal al gedaan in IJmuiden? De Nozema heeft in IJmuiden de zenders geplaatst. Generatorenplaatsen begeleid. De plaatsen van de mast begeleid. En er zijn er al ingemeten op kunstentennen. Bij aankomst straks nabij de Trintelhaven in, langs de dijk Enkhuizen Lelystad. Wat staat er dan allemaal te doen voor de Nozema? Er moet een antenne ingemeten worden, want hij is getest op zout water. En we testen hem ook nog een keer op zoet water. Daar beginnen we vandaag al mee. En in de loop van de week komt een Engelsman van CSE. Die komt antennetuning afregelen. En hopen we het nog langzaam aan het bedrijf te kunnen gaan maken. Hebben we heel veel gehoord over een grondantennenet en dat soort dingen. Wat is dat en komt het er? Een antenne die moet een goed aardvlak hebben. Zeewater is van nature al een goed aardvlak, maar het IJsselmeer is brak water. En dan nemen we dus proeven of de antenne voldoende heeft aan het schip alleen als aardvlak, of dat we nog extra radiaal uit moeten spannen boven het IJsselmeerwater. Betekent dat het in de lucht komen van de zender daarmee dan weer wat dagen langer zou kunnen duren? Dat zou daardoor wat dagen langer kunnen duren, ja. Even jullie exacte planning. Over een dag of 3-4 zou het zendschip de zender aan kunnen gaan qua testen? Qua testen wel, maar echt programma maken, dat zou wel enkele weken aanlopen. Nou, Jan, we weten het. Echt programma maken, dat loopt nog even enkele weken aan. Maar we de gehoord, test kunnen binnenkort gaan beginnen. En zelfs de eerste test gaan vandaag al beginnen. Maar daar zullen de luisteraars daar niet zoveel van merken. Prima. Ik wil even een vraag aan jou. Was dat onze scheepshoorn die we meermalen hoorden? Het waren de scheepshoorns van meerdere schepen hier in de nabijheid. Ja, een hele cacophonie aan geluid was dat. En kan jij zien welke cameraploegen er over jou heen cirkelen? Onder andere die van Veronica. Onder andere die van Veronica. Dat is een bekende naam. En mijn laatste vraag, want het was net even slecht te verstaan tussen al dat getoeter en alles wat er omheen zat. Hoe laat is de exacte aankomsttijd, althans verwacht, vanmiddag in Lelystad? De geplande tijd voor Lelystad is nog altijd 14:30. 14:30. En dan van Lelystad uit ongeveer een half uurtje naar de dijk Enkhuizen Lelystad. Ja. Als we 14:30, 3:00, tussen 3:00 en 15:30 verwacht ik dat wij op onze aanlegplaats zijn. Nou prima, je houdt ons op de hoogte, dat is een belofte. Dat is een absolute belofte. Dan blijven impressies maken vanaf dit prachtige zendschip. Dan spreken we elkaar straks weer. Tot ziens. Prima, Nico, bedankt. Dag. U heeft het misschien wel gehoord. Holland FM was de laatste dagen uitgebreid in het nieuws. Wat is er aan de hand? Hoe staat het met Holland FM? Wat gaat er gebeuren? Luister maandagavond om 18:30 naar programmadirecteur Nico Volker. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de beurs Wonen en Leven in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren. Radio 1224. Holland FM. Meer plezier. Op de kabel en meer de golf. We gooien alle remmen los. Samen met de luisteraar. Holland FM. Het Nederlands product staat bovenaan.
gezellige Tour van Frans. 5 dagen per week. Holland FM. En in dat mooie weer zat op dit moment Nico Volker, onze programmadirecteur. Nico, goedemiddag. Ja, klopt helemaal hoor, want we staan heerlijk in het zonnetje. Ik sta op het ogenblik bovenop de kapiteinsbrug. En ik kijk midden de sluizen van Lelystad in, want daar varen we op dit moment naartoe. Langs de kant zien we veel mensen, fotoschietend, maar ook gezellig hengelen. En wij zien langs de zijkant het prachtige schip de Batavia, waar veel mensen gaan kijken. En het ziet hier heerlijk zonnig uit. We hebben ondertussen natuurlijk op het IJsselmeer hier een heel spektakel gehad met helikopters die hier vlaggen hebben uitgeworpen. Er is gefilmd, er zijn heel veel beelden gemaakt en het is spanning en sensatie. En in dat prachtige gezicht varen we nu zo die sluis van Lelystad in. Dat betekent wanneer we straks Lelystad hebben gepasseerd, dat het pak een beetje een half uurtje gaat duren. Of we komen op onze eigen echte vaste ankersterk aan, net buiten de Trintelhaven in het IJsselmeer. Dus als het goed is, het volgende uur, als ik je aan de telefoon heb, dan zijn we in de sluizen. We zijn nu in de sluizen. En dan zijn we er al voorbij. En er wordt hier ook drastisch aan de zijkant flink gefilmd en door een complete televisieploeg weer. We hebben nog niet zoveel aandacht gehad door allerhande mensen die ons toejuichen en staan te klappen. En op dit moment gaat ook de brug hier bij Lelystad open, zodat we daar exact onderdoor kunnen gaan varen. Over onderdoor varen gesproken, we zijn ook met het schip onder grote elektriciteitsmassen doorgevaren. Dat is allemaal goed gegaan. Je hebt geen haar dat nu overeind staat? Nee, mijn haar staat nog prima, maar het was wel een heel beangstigend gevoel. Dat was net buiten Amsterdam. We zagen die elektriciteitsdraden komen en het was echt zoiets van oh, wat komt ons tegemoet? En je zag die draden echt voor de mast van de 58 meter hoge antennemast tevoorschijn komen. En ja, rustig aan ging toch die mast onder die elektriciteitsdraden door. Dus dat was een heerlijk gevoel. En we zien hier ook weer allemaal mensen langs de sluis staan. We kunnen hier ook vandaag journalisten aan boord instappen. Dus we zijn heel nieuwsgierig hoe druk het allemaal gaat worden. We houden jullie op de hoogte. Ik zou zeggen, terug naar de Tour van Frans. 12-2-4, altijd bij de hand. Holland FM. Ook op de kabel door heel Nederland. Holland FM. En het toch nog steeds in de zon, geloof ik. Nico Volker, klopt dat? Absoluut. Het is een beetje wazig zonnetje hier op het IJsselmeer. Want er staat ook een behoorlijke potje wind bij, mogen we zeggen. En de zon die zit achter van die sluierwolkjes. We zien op de dijk Enkhuizen-Lelystad, want die dijk die zien we, dat het verkeer 7 auto's vaststaat, want ze zijn aan het asfalteren. En we gaan zo dadelijk de bocht op. Want u begrijpt het, we zijn nog steeds op de NV Communicator en we stevenen nu af op ons allerlaatste lichtplaats, de plaats waar we definitief gaan aanleggen. En de mensen van de Nozema, die zijn aan boord gekomen in Lelystad. En die hebben allemaal apparatuur hier aan boord gebracht. En nu gaan we eens even vragen aan iemand van de Nozema. Er wordt even heel hard gewezen naar meneer Boonstra. Meneer Boonstra, wat zijn jullie nou allemaal precies aan het doen? Wij zijn de FM's, of de AM's en de looppik aan het ontvangen hier. En kunnen we straks een rondje op het IJsselmeer maken, waardoor we de stralingsdiagram van de zender kunnen bepalen. Waardoor we weten hoe die moeten gaan komen te liggen aan de 12-4-2-4-4. Ja, maar de stralingsdiagram, voor onze luisteraars misschien een beetje moeilijk hoort, kun je het een beetje verder uitleggen? Een rondstraling, antennediagram van de antenne. Om de onrondheid van de antenne te bekijken, te meten. Je hoort het. Het is al een volle gang hier, de mensen van de Nozema, met allemaal hele moeilijke kasten en alles. En wij hopen dat als we straks aangekomen, dat we heel veel meer weten alvast over de zender. Wij gaan op naar onze lichtplaats. En zodra die in zicht komt, en dat is hier straks om de hoek min of meer, dan hoor je ons terug op de radio. Dus straks om 4:30 dan ben je nog eventjes op de radio? Waarschijnlijk voor 4 al. Kijk eens aan. We horen nog van je. Oké. Okay, dank je. Dag. Hoi. Hits Radio Holland FM. 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 Hits Radio Holland FM.
Gefeliciteerd. Je hebt hem gevonden. 12, 2, 4. En hier zijn de hits. Het heetst. Hits Radio Holland FM. Elke dag op 12, 2, 4. 12, 2, 4 op de Middengolf. Holland FM. 12, 2, 4. Voor meer plezier. Holland FM. Hits Radio Holland FM. Radio Holland FM. It's Radio Holland FM. It's Radio Holland FM. It's Radio Holland FM. It's Radio Holland FM. Op 12.24. Meer muziek, meer hits. Iedere dag op de middaggolf. 12.24. Holland FM. Het is avond, buiten schemert het al. En de radio staat aan.